Goedenavond. Nog een paar weken en de tenniscompetitie gaat weer van start. En dus zullen er in de komende weken meer en meer mensen te zien zijn op en rond de Katwijkse tennisbanen. Straks meer over de verwachtingen van het nieuwe seizoen. Maar eerst naar het afgelopen voetbalweekend. Quick Boys begon de derde periode vorige week met een gelijkspel tegen koploper Terlede. En die derde periode is in theorie nog de enige kans op promotie naar de topklasse. En dus moest er afgelopen zaterdag gewonnen worden op het eigen sportpark tegen ARC. Regenachtig Nieuw-Zuid op zaterdag. Belangrijke wedstrijd in de hoofdklasse A in de onderste regionen. Quick Boys tegen ARC. Het eerste aanval voor Quick Boys met Breinburg. Maar Ketting op Jaal van der Plas, die gaat daar van Maarseveen zomaar voorbij. Tekt die bal ervoor. Is het Van der Heijden? Oh nee, dat gaat net mis. Misschien dan toch daar nog in de... In de rebound is het Ketting, maar daar is niks aan de hand. Al dus de scheidsrechter. Eerste gevaar is voor de thuisclub. Weer opnieuw aan de rechterkant gevaar waar Almeida staat. Almeida met zijn linker. In de pot op wie? Terug bij Jaap van der Plas. Met Van Maarsenbeemen voor zich. Gaat er voorbij met die bal dan in de hoogte. Is het Ketting daar die tegen de paal kopt. Dat had meer verdiend. Voor de spits die dit seizoen pas laat aansloot in de selectie van Gerard de Geus. AC in de tegenstoot. Met een schotje op de benen van een speler van Quick Boys. Dus dat gevaar is geweken. Waarbij gelijk weer Quick Boys het duel overneemt. Quick Boys toch de sterkere partij in de eerste helft. Met een rare bal van Filippo. Missetje op het zware veld van Nieuw-Zuid deze zaterdag. Opnieuw Jaap van der Plas met Van Maarsveen voor zich weer. Weer opnieuw diezelfde beweging. Komt die bal bij de tweede paal? Oh, is het tegen de paal, dacht ik. Maar wordt die bal met kunst en vliegwerk daar weggewerkt door de defensie van ARC. Opnieuw Quick Boys, wat toch de toon zet hoor in de eerste helft. Met opnieuw gevaar van ditmaal Tommy McCoy. Vanaf links draait naar binnen. Moet die bal voorkomen. Doet hij ook, is het Van der Heijden daar. Dat had ook meer verdiend, denk ik. De bal gaat helaas naast het doel van doelman Zijderveld. 0-0 dus. Tweede helft met een eerste aanvalsactie. Oh, dat gaat hij gelijk wel erin, wou ik zeggen. De eerste aanvalsactie voor ARC. En daar komt Quick Boys met de schrik vrij. Daar in beeld ook de nummer 9, Serge Ommel. Ooit nog spelend voor Quick Boys. Komt die corner. Met wie? Oh, die wordt helemaal vrijgelaten. Is het op de valrep nog Almeida? Die erger voorkomt voor de thuisclub. Vrijtrap met Galata. Galata is het Zijderveld die daar mistast. Drie spelers eromheen en op een kluitje. En wat staat er aan de hand? Zijderveld ligt op de grond. En we zien onder andere Hendrik van Belen daar om hulp roepen. Ook McCoy daarbij, Ketting. En het bleek achteraf dat Zijderveld niet verder kon. Hij werd vervangen door collega stand-in Waasdorp. Quick Boys met de moed de warm wellicht. Want er moet vandaag gewonnen worden. Daar een invaller. Die schiet, dat stond met de Vries. En die schiet dan net naast het doel van... invaller doelman Waasdorp. En nogmaals, de regen kwam met bakken uit de lucht. Die corner. Corner, oh, tegen de paal. Ja, als het hem tegen zit, zit het goed tegen ook voor de blauw-witte vandaag. Hij wil er maar niet in. Rust voor de doelman. En misschien dat AC nog wel meer baat heeft bij een gelijkspel dan de thuisclub. In ieder geval nog steeds 0 tegen 0. In de slotfase, uittrap. Nu wel daar met Almeida. Komt die bal alsnog voor? Is het... Oh, is het daar Ommel die toch nog in de slotfase in minuut 78 om precies te zijn. Daar de 0 tegen 1 aantekent. Ja, misschien iets tegen de verhouding in, maar dat is voetbal. Als je zelf de doelpunten niet maakt, dan doet de tegenstander het wel. Quick Boys met de moed der wanhoop. Misschien hier dan met twee invallers. Tom de Vries en Jacob van der Bent. Wat doen ze daar? Wat een kans daar op de gelijkmaker. Opnieuw Galata. In de dying seconds. Bal omhoog met Dirk van der Plas daar ook ingevallen. Komt die bal alsnog voor? Is het Hendrik van Belen? Ja, oh, ongelooflijk. In 90 plus 8, oftewel in minuut 98, is het alsnog de gelijkmaker. 1 tegen 1. Wat een ontknoping in deze wedstrijd. Deze bizarre wedstrijd. Die dus lijkt te eindigen in een gelijkspel. En toegegeven, daar hebben beide teams eigenlijk helemaal niks aan. Dat was Nieuw-Zuid afgelopen zaterdag, maar wat deden de andere Katwijkse verenigingen? FC Lisse tegen Katwijk werd afgelast in verband met de regen.
Rijnsburgse Boys tegen Sportclub Genemuiden ging wel gewoon door. De wedstrijd eindigde spectaculair in 3 tegen 3. Nootdorp tegen FC Rijnvogels eindigde in 2 tegen 3. Rijnvogels blijft aan kop samen met Delta Sport in die klasse. Dan Valk 68 verliest van SVC 08. En de vrouwen van FC Rijnvogels winnen van Barendrecht met 3 tegen 2. Wat deden de andere sporten dan? De basketbaldames van Grasshoppers verloren van Lek Detect met 89-72. En de heren deden het al niet veel beter. Zij verloren van de Arnhem Eagles met 84 tegen 61. De korfballers van Matthew speelden gelijk tegen USKV Hebbes. Werd het 13 tegen 13. Gaan we gelijk door naar het programma van volgende week in de topklasse. Daar speelt Katwijk thuis tegen Excelsior 31 en neemt Rijnsburgse Boys het op tegen Dato Twenterand. Dan de hoofdklasse A. Quick Boys gaat op bezoek tegen CSV Apeldoorn. En de topper van het weekend is in de eerste klasse B. De nummer 1 tegen de nummer 2 FC Rijnvogels ontvangt Delta Sport. Tweede klasse C dan. Valken 68 speelt daarin tegen SC Monster. Voor tennisliefhebbers breekt weer een mooie periode aan van competitiewedstrijden en daarna weer de nodige toernooien. In de aanloop naar die competitie wordt er binnenkort natuurlijk weer volop getraind op de Katwijkse tennisbanen. Nou, in ieder geval gaan we 27 maart open als de wintergoden het ons toelaten. En dan hebben we op de eerste zaterdag gewoon zeg maar een jeugdkliniek van de Match Tennis Club, tennisschool, voor de jeugd met name in de ochtend. En dan op 5 april, de vrijdag, hebben we dus zeg maar ja, een herhaling van het familietoernooi wat we vorig seizoen ook gedaan hebben, wat heel goed bevallen is, waarbij dan iedereen iemand anders mag meenemen. En dan mag een opa zijn, een oma, een buurvrouw, de buur, noem maar op. En dat heeft heel goed gewerkt. Dat kan dus op de vrijdagavond en dan, ja, dan de weekend erop beginnen we met de competitie alweer. Dus het is allemaal heel vrij snel. Voor de rest blijven we, gaan we ons eigen clubtoernooi dit seizoen wat in 2 weken afwerken in juni. Dat is ook nieuw. En dan zeggen we, oké, jongens, dan moet het gewoon gebeuren. En dan moet iedereen zich daar maar voor inzetten. En dan blijven we natuurlijk gewoon met onze Reds 30+, 50+ en jongreds in dezelfde wijze als we het al jaren gedaan hebben. Wij zijn best een beetje een grijze vereniging. Gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 45. Dat geeft ook een beetje aan dat het toch wat meer recreatief is. Dat betekent wel dat bijvoorbeeld op de donderdagochtend en de vrijdagochtend het recreatietennis, rek-en-trek gebeuren voor bepaalde leeftijdsgroepen, dat wordt druk bezocht. Daar zitten 40, 50 mensen op een vrijdagochtend gezellig met z'n allen 50+ rek-en-trek te spelen met op de banen. En dat gaat, ja, dat geeft het wel aan, het recreatieve gedeelte. We hebben ook competitieteams, zondag het mixdubbel landelijk, zaterdag district. En daarna ook de avonden, doordeweekse avonden op recreatief niveau. En dat wordt druk bespeeld, 22 competitieteams. Dus, 5 tennisverenigingen, wat maakt nou de Rijnkanters zo anders dan die andere 4? En dat vraag je aan een niet-Rijnsburger, ja. Ik ben in 88 in Rijnsburg komen wonen. Eerste vraag die ik altijd kreeg van, wat doe je? Want ja, men kent je dus niet, je zit niet in de bloemen. Ik denk dat daar dus een hele hechte gemeenschap zit. We bestaan bijna 40 jaar. Is toen ook ontstaan toch wel door een heleboel mensen die nu nog steeds lid zijn, die van het eerste uur erbij zijn. Ja, de bloemen is gewoon toch wel een dominerende, combinerende factor waarvan een hoop mensen elkaar kennen natuurlijk. En ja, dat krijg je niet weggecijferd natuurlijk. Dat is er gewoon, punt uit, en dat hoort er gewoon bij. Ik had als speerpunt 2 nieuwe banen. Dat waren de banen 1 en 2. Dat is smashcourt geworden. En het volgende speerpunt was een stukje automatisering. Dat is bijna helemaal van de grond. En als laatste was dan de oude smashcourtbanen overvangen door een nieuw baantype. Ja, en dat was eigenlijk het speerpunt. Maar ja, op een bepaald moment denk je, ja, ik ben toch wel heel wat jaartjes voorzitter. En ik wil graag wat meer op de achtergrond gaan treden. Dus ik doe nog geen voorspellingen, maar het stoppen is een keertje in beeld aan het komen. Ja. We beginnen aanstaande maandag met de nieuwe commissie Winterharde Banen. En dat willen we grondig evalueren. Wat zijn de verschillende baansoorten? Maar daar blijft het niet bij. Ik denk als je aan je leden iets moet voorleggen, dan moet je zeggen van, wat is het pakket wat ik je ga aanbieden voor de zomer en de winter? Dat betekent dus, hoe ga je je bardiensten invullen? Ga je je kantine de hele tijd open houden? Ga je met je trainers 's winters binnen of buiten
tennissen. Ik persoonlijk vind het heel belangrijk als je met jeugd bezig bent en ook de seniorenteams, dat je ze zeg maar een goede voorbereiding geeft voor het buitenseizoen als ze competitie gaan spelen. Als je winterharde banen hebt, kun je dat dus bewerkstelligen en dan kun je dus een beter pakket aanbieden. En nu is het net of je iedere keer, iedere 6 maanden weer opnieuw moet gaan opstarten. Dus ik zie daar voordelen in. Het is meer aan de leden straks om te bepalen van wat gaan we doen. En de verschillende baansoorten, nou, er zijn er zoveel op de markt op dit moment. Het geeft ook de mogelijkheid om te kijken van wat gaan we met de minibaantjes doen. Dat je dus extra dingen voor de jeugd kunt gaan neerleggen. Met name de jeugd zeg maar van 7 tot 11. Waar enthousiasme nummer 1 is. Techniek misschien wat later gaat komen. Die richting willen we gaan evalueren. Tot zover deze aflevering van RTV Sport. Volgende week maandag zijn we terug met onder andere sportjournalist Henny Cambier. Hou in de tussentijd ook onze site in de gaten www.rtvkatwijk.nl. Voor nu dank voor het kijken en een mooie week gewenst.